er is een cultuur die soms niet vrouwvriendelijk is. En vrouwen kunnen niet altijd zoveel. Maar ik vind, in Palestina heb ik toch hele krachtige vrouwen gezien, ook op de Westbank, die zich best wel inzetten. En bij de Palestijnen hebben er ook veel mensen in het buitenland gestudeerd natuurlijk. Dus daar heb je naast de vrouwen die in de dorpjes wonen en misschien nog op een niet zoveel scholing hebben gehad, heb je toch ook een hele groep vrouwen al die wel veel scholing hebben gehad en daar eigenlijk al heel wat kunnen bereiken. Die zal, hoop ik, steeds belangrijker worden, omdat gelukkig steeds meer vrouwen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. En ook in hun eigen land, hoewel dat vaak nog vaak moeizaam gaat, gewoon hogere posities in te nemen. Dat zie je ook, welke vrouwen al de Nobelprijs gekregen hebben. En bij Vrouwen voor Vrede is een aantal jaren geleden een alternatieve Nobelprijs uitgegeven aan 1000 vredesvrouwen. Daar is een boek over verschenen. En als je dat boek leest, dan zijn dit allemaal vrouwen die zich al jarenlang hiervoor inzetten, die misschien in hun land vaak een voortrekkersrol hebben vervuld. Maar het krijgt een grotere bekendheid, het krijgt meer aandacht. Maar ik denk, het is nog een lange weg. Soms hoor je oudere vrouwen al zeggen, ja, we doen het nou al 30 jaar en wat hebben we nou bereikt? Steeds nog weer oorlogen en dit en dat. Maar je moet eigenlijk kijken naar de positieve dingen die wel bereikt zijn. En dat zijn best al veel dingen. En dat moet je ook de moed en de kracht hebben om het door te gaan. En ik denk, in je eentje kun je het ook niet. Je moet het samen doen. Juist die persoonlijke contacten en die gesprekken en je belangstelling tonen en daardoor ook zelf geraakt worden, zodat je dat ook weer in je eigen land kan vertellen, hoe die dingen doorwerken, hoe dat is. Af en toe moet ik daar dan ook praatjes over houden. En dan kun je gewoon ook sommige vooroordelen wegnemen. En dat moeten we gewoon, voor zover mensen dat kunnen en willen, blijven doen. En ik denk, als we allemaal maar zo'n klein stapje in die richting zetten, dan kunnen we met elkaar veel bereiken. Dat is heel belangrijk, dat je zelf voor zover mogelijk dingen doorgeeft, maar dat je ook de positieve dingen laat zien en dat je niet moedeloos wordt.